Ja, lieve mensen, we zijn het park in Wageningen. Leuk aan het relaxen. En lekker lopen. En een groepje lopen. Dat groepje gaat. En morgen gaan we een feestje over de routine doen. Rustig tijd. Ik wil dingen goed gaan. Ik ga vandaag. Hey. Muziek gedraaid, goed schaar gedaan. En met mijn jongen praten in het park. Die mij kennen van het optredens, skatepark. Dan kan alleen maar zeggen: dingen ook eens buiten. En tijd gaan opstaan om te eten. Want ik heb alleen maar fruit op mijn kamer. Voor de rest ik ben niks, helemaal niks meer te eten. Het is bijna weekend. Ik wil natuurlijk niet lopen klagen. Dus dit ging goed. En kun je daarvoor tegen zeggen dat het oké was. Dat ik oké is dat ik nu naar buiten ben. Niet oké is dat ik tegen mijn te laten leven. Maar eigenlijk vind ik dat ik s'avonds zo slecht de laatste tijd. Hoi. Ben sowieso heel vroeg wakker. Zoals hij elke keer gaat kijken van hé, hij is vroeg wakker en hij is vrolijk, hij is gezellig, hij is energiek. De spelers op privéomstandigheden, daar kan ik ook niet over praten. Ik heb er nu eens wel gekregen waar ik geduld mee moet hebben. Ik kun je vragen om het een beetje positief te bekijken. En ook deze mooie huizen te kijken. Soms is het heel belangrijk om goed te gaan, eigenlijk altijd. Een positiviteit challenge te doen. Maar ook om te weten van hé, als ik het hele aan mijn eigen heb vermaakt, is het ook wel goed. Weet je? Ja toch? Kloppen. Wat doet ze allemaal? Ze is allemaal op zondag weer. En aan de ochtendroutine wordt mooi iets langer. En iets meer wassen en iets meer doen. Dus morgen wasdag. Ik ga vandaag niet slapen. Ik ga op tijd volgens kijken, koffie drinken, thee drinken. Tot straks. Joep.